Goeiemorgen, ons gesels hierdie week oor om te stop. Vooral een keer een jaar, en hopelijk nie in een keer een jaar, maar eindelijk een keer een week. En gereeld moet ons net stop. Stil word, die eerste, die S van die stop. T is tel jou seëninge. Vanoggend oor die oe van stop. Onthou, onthou. En in die tyd natuurlijk onthou ons dat Jesus mens geword het. Immanuel, God met ons. Ons onthou die krib. Ons onthou dat God ons so lief gehad het, dat hy een van ons kon word het. Maar altijd so mooi om te besef, hy het in die vorm van een kind gekom, hulpeloos en gebroken en afhankelijk van een ma en een pa. En as jy al ooit in een kamer was waar een klein babaikie is, allemaal gaan aan die klein babaikie toe. En ons onthou dat hy gekom het, maar ons onthou nie net dit nie, ons onthou nie net die krib nie, ons onthou ook die kruis, waar Jesus sy lewe vir ons kom gee het, so dat ons een lewe kan hê hier in oorvloed en een hoop kan hê vir die lewe ook hierna. Maar dan onthou ons ook dat hy opgestaan het, en dis wat die skrif so mooi so sê uit 2 Timoteus 2 vers 8, onthou altyd dat Jesus Christus, een nakomeling van David, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Jesus wat opgewek is. Want dit was nie net die krib nie, dit was nie net die kruis nie, maar ook die kroon wat hy dra, was die opgestane Here, en onthou dat hy weer kom. En wanneer ons stop in hierdie vakansietyd, mag het ook hoop in jou opwek, dat hierdie lewe is nie alles nie. Daar is soveel meer om voor te lewe. Onthou die krib, die kruis en die kroon.